En door een brand is een huis aan de Louise de Coligny-straat in Eindhoven gisteravond zwaar beschadigd. Meters hoge vlammen kwamen door het dak van het rijtjeshuis naar buiten. De brandweer moest het dak slopen om het vuur goed te kunnen blussen. Toen de brand uitbrak, was alleen de hond thuis. Die is veilig naar buiten gebracht. Waardoor het vuur is ontstaan, dat is nog niet bekend. De brandweer die kon in ieder geval wel voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de buren.